De botten waarmee wij werken zijn 150 miljoen jaar oud en komen nooit helemaal perfect gaaf uit de grond. Hallo, ik ben Marcel en ik ben een van de vrijwilligers in het museum in Boxtel. Achter mij zie je een Diplodocus, een dinosaurus van 25 meter lang. En je ziet dat ik moeite heb om zijn kop in beeld te krijgen, want hij staat op zijn achterpoten hier buiten in de tuin van het museum. En ik ben als vrijwilliger bezig met een van de wervels van zijn staart. En die wervel die zit op deze plek. Nu zijn we in het lab en het bot, de wervel, waar we zojuist naar gekeken hebben, haal ik nu uit het rek met onze werkvoorraad en ik ga er weer mee aan de slag. De botten waarmee wij werken zijn 150 miljoen jaar oud en komen nooit helemaal perfect gaaf uit de grond. Die wervel die moet nog schoongemaakt worden en dat ga ik nu doen. Er zit wat steen in, er zit wat oude klei in. Wat geen bot is, halen we eraf. Onze Kirby is 25 meter lang. Hoe lang is 25 meter? Dus een binnenbad van 25 meter. Je springt in het water, je start bij de staart. Je zwemt naar de andere kant van het zwembad en je komt uit bij de kop. En daar is iets bijzonders mee. Koppen van Diplodocussen zijn nog zeldzamer dan de Diplodocus zelf. Gelukkig hebben we een plastic afgietsel. En dan zie je meteen waarom die zo zeldzaam is. De botjes zijn flinterdun.